hele goede morgen en een hele goede middag, kijkers. Wat leuk dat u er allemaal weer bent. Vandaag ga ik een snoepje proeven. Een natuursnoepje. En zoals u had waarschijnlijk al gezien hebt, ik heb een klein beetje assistentie bij me. Dat is dus Jack. Ziet u wel? Kijk even in de camera. Zwaai even. Nou, hij wil dit keer niet. Maar goed, als je het snoepje gezien hebt, zal hij vast wel meewerken. Ik heb namelijk een you know. Freaky Fruits. Een snoepje gemaakt van 75% fruitsap. En het is 100% natuurlijk. Is het lekker genoeg? Wie weet. Wie weet. Er zitten wel toch wel een aantal calorietjes in. Dat zeker wel. Klein beetje suiker. Energie. Kilojuice, zoals u kunt zien. En vitamine C. Dus het kan niet op. Maar het is maar een zakje van 96 gram. En een bron van natuurlijke vezels. Ja, is dat belangrijk? Ik heb geen idee. Het belangrijkste is toch wel dat het lekker is. Nou, de verpakking is open. Dan zal ik de hele leuke verpakking, omdat het groen is, even hier neerzetten. En als je het openmaakt, dan komt er weer zo'n zakje uit. Nou, hoe lekker is dit nou? Ik heb geen idee. Gezellig zeg. Oh kijk, het zijn een soort van, ja, platgeslagen pastilles. Bijna als rozijntjes. Kom maar. Kom maar. Zo. Zo, niet zo verlegen. Kom maar. Niet zo verlegen. Kijk eens, alsjeblieft. Nou, hij vindt ze lekker. En ze zijn inderdaad ook lekker. Ze smaken behoorlijk naar fruit. Naar frambozen. Zoals het hoort eigenlijk. Is het een aanrader? Ja, het is weer eens wat anders. En een gezondere manier van snoepen. Om het zo maar te zeggen. Het is wel prijzig. Dat kan ik u wel vertellen. Zo'n zakje kost toch alweer rond de 1,50. Misschien zelfs nog duurder. Nou ja, dan heb je ook wel wat. Dit was Kaart & Jellis. Met een Freaky Fruits. Natuur. Snoepjes bijna. En ze hebben zelf nog een prijs gewonnen ook. Wat wil je nog meer? Ik dank u wel voor het kijken. En graag tot ziens. Tada.